Van den Elzen. Annemarie Ruten. Timo de Roy. En Gevers. Riders ready, watch the gate. Gegaan. Waarin Piet Gevers eventjes moeite hadden om op de fiets te blijven zitten, maar hij toch weer als een tweede plaats binnenzet. Gilles Verkessen weer helemaal mee. En het is de 2:55. Het was Annemarie Pieter die wat problemen had aan het hek, maar toch heel mooi als tweede nog naar beneden komt. Gilles nog één, Annemarie 2. En wat gaat er nog meer gebeuren? Hier nog een grote strijd om die derde, die vierde plaats. Wie gaat het maken? Jill is in ieder geval veilig. Blijf op de fiets en dan komt het allemaal goed. Oké, maar inmiddels is een stuivertje gewisseld. Annemarie heeft de tweede plek af moeten staan. En Timo van Rooy. Oké, Timo, zet hem door. Annemarie, kom bij. En ja hoor, Jelle van Elze. Even nog gas erop. Komt goed, hier nog Piet Gevers. Kom op Piet. En laat je die kist een mooie vijfde plek voor jou in deze A-finale. Die Jill op mijn naam mag schrijven. We zijn hier momenteel op de BMX-baan van FCV Den Hursten. Mijn naam is Jurgen in het Zand, secretaris van FCV Den Hursten. We zijn hier momenteel aanwezig bij de tweede van de drie luik voor de interclubwedstrijden. De interclub is een wedstrijd die gezamenlijk georganiseerd wordt tussen drie verenigingen. Dat is FCC Wiels in Erp, de Nurste in Schijndel en Volkel. En de wedstrijd is echt bedoeld voor de wat beginnende rijder. Om ze toch eens kennis te laten maken met het rijden van wedstrijden in de BMX-klasses. In deze B-finale gaan drie strijders het uitvechten met elkaar. Maar hier Tim Dikkerzijd die heel mooi in de koppositie pakt. Ja, en dan direct gevolgd door Owen Hendricks en Jordan Broeren. Het gaat om drie clubs, ja. Erp en Schijndel en Volkel. We hebben een aantal weken geleden de eerste wedstrijd gehad in Volkel. Nu is er een in Schijndel en 15 september hebben we de afsluitende rit in Erp. En dan wordt er ook een uitslag gemaakt over de hele competitie over deze drie wedstrijden. Ik stel aan u voor Stijn Timmermans, Sam Meller, Jup Stam, Levi van der Akker, Randy van Hoetselaar, Ruben van der Hulk, Vins van der Berg en Juri van Helvoort. Zodra ze kunnen BMX'en mogen ze meedoen, dus vanaf 6 jaar zijn ze welkom, tot aan eigenlijk alle klassen zijn vertegenwoordigd. Echter, we proberen de wedstrijden wel meer te focussen op de kinderen die wat minder wedstrijden rijden, die geen TC's rijden. Er zijn erbij die af en toe wel een BZC rijden, maar niet de finales halen. Om ze toch echt kennis te laten maken met het rijden van wedstrijden tegen rijders van hun eigen niveau. Achtbaan in de finale. Het zal heel erg druk zijn hier op de baan. Maar toch pakt Sam direct hier een hele mooie koppositie. Direct gevolgd door de 7-2-5 en dat is Job Stam. Dat was net al te, of dat was er straks ook al zo'n strijd. Sam Meijer komt hier uit die derde bocht gezet. Met daarachter gelijk Job Stam. Gevolgd door Stijn Timmermans. Sorry, het is Stijn Timmermans die tweede ligt en Job Stam die derde ligt. Daarin gevolgd door Levi van der Akker voor die vierde positie die hij ook wel veilig gesteld heeft. En de 7-2-3, Juri van Helvoort, die ook een hele mooie achtste positie gaat bekleden. De eerste wedstrijd in Volkel was fantastisch. Hebben we 15 mandjes kunnen vullen met allerlei verschillende rijders. Ook nu in Schijndel hebben we 15 mandjes met rijders vanaf 6 jaar die net beginnen tot aan de laatste rijders 15, 16 geloof ik. Die echt al wel echt kunnen fietsen. En wat mooi is voor de kleinere kinderen om deze te kunnen zien rijden. En ja, in Volkel hadden we prachtig weer. Nu hebben we prachtig weer. Dus ja, we hebben niks te klagen. Het is fantastisch. Girls 9, ik stel aan u voor,
Dieman Pittens. Koen Rovers. Jelle Vatterbroek. Dien Kellen. Teun van Zummeren. Kas van Berger. Jelle Taal. En Lindsay van Schijndel. Kinderen vinden het fantastisch. Het is allemaal wat rustiger. Ze kunnen tussen de mandjes lekker wat uitrusten. We beginnen pas tegen een uurtje of 1. En meestal tegen een uur of 3:30 zijn we klaar. Alle kinderen rijden ook in finale. Dus er bestaan geen halve finales, kwartfinales. Dus ja, dat is ook voor de kinderen erg leuk om dit op deze manier mee te maken. En wie gaat hier als eerste binnenkomen? Is de 6-2 of de 6-0-4? Het is Tia Pitters die de koppositie neemt. Met haar gevolgd Koen Rovers op de tweede plek. Die een aanval af moet slaan van Jelle van den Broek. Maar dat zijn de nummers 1, 2 en 3. En die kunnen zal nog eventjes een tentje bij moeten zetten. Om een hele nieuwe aansluiting te vinden bij de eerste 3. En nog steeds is het Dylan Pittens op de eerste positie. Koen Vogels op de tweede positie en Jelle van den Broek op de derde plaats. En zoals het er nu uitziet zal het ook hier onderwijzig blijven. En ook in de rest van het veld wordt er niet veel mee gestreden. De zevende, achtste plaats, zou daar nog iets gebeuren? Zou er in ieder geval nog een aanval zijn van Jurre Taal en Lindsay van Schijnen? En inderdaad, Jurre Taal pakt nog even die zevende positie mee.